Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier ben Thomas Opent met weer een nieuwe Oud of Goud. Deze keer in de vorm van een bokbier. En dat vind ik om twee redenen wel heel toepasselijk. Dat ga ik zo vertellen. Eigenlijk maar één reden. Dat ga ik zo vertellen. Het is de Otmar Bok. Otmar uit het mooie Twente staat er ook precies waar. Otmarsum. En deze brouwerij gaat er echt wel prat op dat ze gewoon brouwen sinds volgens het traditionele reinheidsgebod. Oftewel... water, gist, hop en graan. Gewoon de vier standaard ingrediënten van een bier. Ik heb dit bier, nou, dat is misschien stiekem die tweede reden. Ik heb dit bier 5 jaar geleden, denk ik. Ik woonde al in dit huis, volgens mij. Ja, ik woonde hier al in dit huis. En ik was toen, ja, klopt. Zo'n 5 jaar geleden heb ik dit bier gewonnen via Facebook. Ik denk mee voor lol. Ik doe dat eigenlijk nooit mee. Ik doe nou die winacties en like en deel en... Ga ik er mee gedaan en ik had gewonnen. Twee mooie glazen. Ik heb ook dus inderdaad een beetje hashtag proper glassware. Waarvan ik er eentje aan Douglas gegeven heeft. En die heeft hem meteen vernacheld. Dankjewel Douglas. En 4 of 6 van de bieren. En eentje die heb ik toen expres aan de kant gezet. Alleen niet, daar komt het punt, niet optimaal bewaard. Hij is niet continu in de koelkast gestaan. En dat is natuurlijk wel een beetje een nadeel. Ik heb het bier nu even een paar uur in de koelkast gehad om hem een beetje te laten koelen. De reden waarom ik hem nu voor Oud en Goud doe, het is september. En we beginnen bijna met het bokseizoen. Officieel zeggen altijd mensen dat is oktober, maar laten we heel eerlijk zijn. Ze staan al in de supermarkten, ze staan al in de winkels. Laten we het gewoon het bokseizoen noemen. Dus ik vond het wel leuk om een bok te doen. En hij is afgevuld in september 2017. Dus nou ja, goed, was dat begin september, eind september. Laat het dan een keer 2 weken schelen of zo. Maar laten we gewoon zeggen dat het bier dus 6 jaar oud is. Ja. Dat is dus het hele leuke. Een bokbier kun je mooi bewaren. Kan met leeftijd heel mooi worden. Maar, zoals ik al zei, ik heb het niet in optimale condities bewaard. Niet ook een hele slechte, maar niet een optimale. Dus ik ben gewoon benieuwd. Wat dit mooie bok, of mooie bokbier. Ja, ik vond het een mooi bokbier. Ik heb hem een paar keer vers gedronken. En ik vind dit echt in de buurt komen van wat een traditionele, echte Duitse bok zou moeten zijn. In vergelijking met wat, nou ja, een beetje de tegenwoordig de Nederlandse commerciële bok is geworden. Het bier schenkt heel mooi donkerbruin. Relatief helder. Even een filtje eronder. Relatief helder met een kleine... een heel klein soort van hees erin. Een licht troebel, maar ik kan er in principe doorheen kijken. Mooi koolzuur. Hij is echt heel licht troebel. Hij is gewoon eigenlijk wat een bokbier zou moeten zijn qua kleur. Heel donkerbruin, een robijnrode gloed erin. Een mooie stevige schuimkraag, een beetje een soort van kaki. Kaki, gaan we weer. Kaki. Ik zal het woord nooit fatsoenlijk kunnen uitspreken. Ik zet deze even hier neer. Met een mooie kaki. Een soort van koffie met ietsje te veel. Koffiemelk erin. Kleur qua schuimkraag. Het ziet eruit als wat een bok zou moeten doen. Gaat hij in de geur en smaak ook nog doen wat een bok zou moeten zijn? Dat is maar één manier om erachter te komen. Om dat eens even de neus erin te steken. Oeh. Je krijgt heel erg in de verte al het begin van de mooie veroudering die je krijgt met rijping. Hè? Dat neigen naar portificatie. Het zit er echt nog niet heel diep in. Maar je begint die tonen van de oxidatie te krijgen. Je krijgt dat heel licht in de verte. En het werkt met dit bier een klein beetje dat soort van nat karton. Maar niet heel ernstig. Je krijgt voornamelijk inderdaad heel veel dat donkerrood fruit. Je krijgt heel veel van dat... Je krijgt nog steeds een beetje van dat kersen vanuit een mooi vers bokbier. Maar je krijgt ook echt dat soort van bosvruchten idee... donkerrood fruit en heel veel gedroogd fruit. Je krijgt echt rozijntjes, gedroogde dadels. Heel mooi moutig, heel veel donkerbruin brood. Licht geroosterd donkerbruin brood. Het kan me niet voorstellen dat er in zit, maar ik zou bijna zeggen dat het rogge heeft. Maar ik denk het niet hoor. Nee, dit is echt heel traditioneel. Het zou bijna, heeft het een beetje dat soort van bite en donkere van roggebrood. Echt donker roggebrood. Heel mooi multi-bready. Een licht kruidig randje.
Misschien omdat ik de laatste tijd een beetje donkelweizen in mijn hoofd heb. Door een paar donkelweizens die ik gekocht heb en geprobeerd heb. En ga nog proberen. En ook waarschijnlijk wel reviewen. Durf ik bijna te zeggen, dat heb ik het idee alsof ik een beetje dat licht bananendingetje erin krijg. Maar dat wel een mooi kruidige toets. Beetje dat soort van... God, hoe heet die meuk ook weer? Dit is zo erg. Kloof. Kruidnagel. Weet je, dat kruidnagel. Kruidnagel, soort van kruidig randje. Hij ruikt nog heel goed. Dus in dat opzicht is hij gelukkig goed genoeg bewaard gebleven. De schuimkraag blijft ook schitterend mooi staan. Echt een kwaliteit productje wat dat betreft. Een hele leuke brouwerij trouwens, Othmar. Als je echt van je klassieke stijlen houdt, dan moet je echt eens hun proberen. Zelfs een mooi rauwbier. Ja, dit is alles wat ik verwacht van een goede bok. Dit ruikt gewoon echt goed. Ik heb dit al vaker gezegd in reviews. De moderne Nederlandse bok. Weet je, wat je heel veel ziet, wat heel veel mensen dan nog steeds drinken. Hè? Omdat ze vaak als pilsdrinkers nog eens een keer een speciaaltje pakken bij de supermarkt. Zijn er dingen als de Grolsbok, hoe heet dat ding? Ja, de Grols is heel beroemd. Amstel had je vroeger. En die was vroeger trouwens wel heel goed. Die zie je bijna nergens meer. Heeft Hertog Jan nog een bok? Volgens mij niet. Haal die standaard dingetjes vanuit de supermarkt. De La Trappe vind ik dan eentje die je daar nog wel natuurlijk in de supermarkt ziet. Dat ik echt zeg, dat is een goeie. Maar over het algemeen, nee, dit komt echt bij wat een bok zou moeten zijn. En dan voornamelijk een bok met een beetje leeftijd erop. Laten we eens even kijken wat die doet qua smaak. Cheers. Ja, het heeft al meer portificatie en leeftijd op de smaak dan ik verwacht had. Die rijping is echt spot on. Mooi droog, mooi bitter. Hij heeft echt dat soort van donkere moutbittere. Dat is de wasmachine die je hoort. Maar ook echt dat soort van burnt caramel. Weet je, wanneer karamel op het punt staat te verbranden. En als je er op tijd bij bent, dan krijg je een soort van burnt caramel thing. Sugary, daar heb ik wel eens over, dat burnt sugar thingy. Dat vind ik dus heel erg lekker. Sowieso heeft hij een mooie karameltoets. Licht koffietoontje. Heel licht koffietoontje in de smaak. Heel licht iets van zoete chocola. Verder volgt de smaak gewoon echt mee met de neus. Dus dat typerende wat ik zei. Dat gedroogd fruit, rood fruit. Licht kruidenrandje. Heel mooi donkerbruin, geroosterd donkerbruin brood. Dat licht karamel dingetje is echt heel mooi. Zeker dat burnt bitterness ding. Dit is echt wat ik vind dat een bok moet zijn. En wat ook bewijst dat een goede bok echt een tijd kan liggen. Dit is in mijn bescheiden mening. En ik ben natuurlijk altijd heel bescheiden. Als je van de echte traditionele Duitse bokbieren houdt. Dan is dit in Nederland degene die hier echt het meeste mee in de buurt komt. Vers. Maar zeker als hij ook wat leeftijd heeft. Blijft hij gewoon heel erg overeind staan. En ik heb heel lang een ding gehad tegen bokbieren. Maar dat kwam ook omdat ik alleen maar die bokbieren kende. En dus de laatste jaren er andere echte bokbieren weer leer kennen. Word ik gewoon heel enthousiast van deze bierstijl. En hij is, als het goed is, ook echt ondergisterd zoals het hoort. Want ik zie niks onderin. Nee, als het goed is het echt een klassieke ondergisterd bokbier. Oh, leuk. Dat had ik even moeten voorlezen. Het verhaal wil dat Ootmarsum door de in het jaar 126 overleden koning Othmar is gesticht. Hij koos de nederzetting als uitvoerbasis voor zijn strijd tegen de Saksen en gaf de plaats zijn naam Othmarsheim. Deze naam werd later verpasterd tot Ootmarsum. Ja, als het goed is dit een echte traditionele ondergisterd bokbier. En zo hoort het eigenlijk ook als je het mij vraagt. Ja, super. Subtiel in de rijping in de neus. De rijping in de smaak komt iets verder naar voren. Maar dit is dus voor mij... Ja. Ik wou hem vorig jaar al reviewen met 5 jaar op leeftijd. En toen is het tussendoor geschoten. En nu heb ik hem hier gewoon. En dit blijft voor mij een van de mooiste bokbieren van Nederland. En ik moet er echt weer eens even een paar versen bij halen. Tja. Dat was hem voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox.
Links naar mijn social media, link naar de Dutch Beer Collective, link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter en ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan, proosten.